Andy, kijk, we zitten hier samen in een prachtig restaurant, Les Éleveurs. Ja, absoluut. Les Éleveurs wilde eigenlijk zeggen de paardenfokkers. Wij zijn gestart in 1897, wil ik niet natuurlijk, maar de generatie is voor mij. En wij zijn een beetje een familiaal restaurant eigenlijk, die sinds 4 generaties meegaat. En jij bent hier zaakvoerder, maar ook sommelier, denk ik. Ja, dat probeer ik toch te zijn. Ik probeer zoveel mogelijk mij bezig te houden met de bediening van de klanten. En ook met de chef en de keuken om de gerechtjes te ontwikkelen en onze kaart te maken. We gaan hier een aantal rode Bordeaux wijnen samen proeven. Ja. Mijn eerste vraag is, ze gebruiken in Bordeaux verschillende druivenrassen? Er zijn dus 3 druivenrassen die meer aanwezig zijn dan de rest. Dat is de Merlot, de Cabernet Sauvignon en de Cabernet Franc. Cabernet Franc is een druivenras die wat lagere rendementen geeft, die ook zeer kwalitatieve wijnen geeft, maar meestal aangeplant rechteroever van de Gironde en van de Garonne. Cabernet Sauvignon is dus ooit een kruising geweest van de Sauvignon Blanc en de Cabernet Franc. Is iets kruidiger, mannelijker en heeft zo'n klein beetje die pepertonicus, die poivrontonicus eigenlijk, die herkenbaar zijn voor de Cabernet Sauvignon. De Merlot daarentegen is iets misschien toegankelijker, een beetje fruitiger, een beetje ronder. Misschien in zijn jeugd ook iets soepeler voor de wijnen. De Cabernet Sauvignon die gaat ook wat structuur brengen, zodat u wijn kan verouderen? Ja, wel, het is een beetje waar dat de Cabernet Sauvignon in deze type Bordeaux een beetje zoals peper en zout in de keuken gaat brengen. En de basisstructuur, de ruggengraat van de wijn. En dat ze dan gaan aanvullen met Merlot en eventueel Cabernet Franc om wat soepelheid te krijgen. En een beetje meer, laat ons zeggen, sneller op dronk te maken van de wijnen en het iets toegankelijker te maken van de wijnen. Dus meestal gaan ze een assemblage gaan toepassen. Dus meerdere druivenrassen gaan mengen om tot een homogene wijn te komen. Dat is de bedoeling. Wij spreken over Bordeaux, maar eigenlijk hebben wij flessen waar dat ik Bordeaux lees en dan op andere flessen had ik Bordeaux supérieur gelezen. Ja, inderdaad. Wel, het verschil is eigenlijk heel simpel. Een Bordeaux appellation générique kan eigenlijk van over heel de herkomstbenaming, de afgebakende AOC, komen van Bordeaux. Bordeaux supérieur ook. Met dat verschil dat Bordeaux supérieur altijd een eiklagering zal gekregen hebben. Want om superieur er mogen bij te zetten op het etiket, moeten we minstens 9 maanden opvoeding hebben. Dus dat wil zeggen, als er gewoon Bordeaux op het etiket staat, kan het zijn dat die wijn helemaal geen eiklagering gekregen heeft en dat die gewoon op het fruit gemaakt is. Heel toegankelijk, heel jong en zo gewoon om te drinken als een plezierwijntje. Daarentegen Bordeaux superieur zal altijd een klein beetje voller zijn, een klein beetje meer structuur hebben dan klassiek Bordeaux generiek. Andy, ik lees hier op de fles 2014 en ik had eigenlijk verstaan van mijn grootouders en zo dat de Bordeaux minstens 10 jaar in de kelder moesten blijven liggen voordat ze goed waren om te drinken. Vandaag is dat niet meer zo. Dat hoeft niet meer. Die wijnen zijn, als ze op de markt zijn, zijn ze eigenlijk op dronk. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, is het beter van ze jong te drinken dan dit type wijnen in de kelder te laten liggen en 4-5 jaar te wachten, want je gaat aan fruitigheid verliezen. En je gaat eigenlijk aan het jeugdige plezier van de wijn inboeten. En je gaat niks in de plaats krijgen. Wanneer wij op restaurant gaan, zijn we gewoon van de gerechten te kiezen. En dan vragen wij hulp om de goede wijn te vinden. Ik kom met een aantal wijnen en ik ga u vragen, wat kunnen wij daarbij eten? De klassieke Bordeaux zou ik gaan naar een lichter gerechtje. Charcuterie bijvoorbeeld, een beetje gerijpt rundvlees die lichtjes gerookt is, geserveerd op een klein beetje van salade met een klein beetje olijfolie op. Niet te complex, lekkere dingen die we in het midden van de tafel zetten en die we eventueel gewoon tussen een glaasje wijn kunnen delen met een stukje brood. Dat type van consumeren denk ik direct als ik klassieke Bordeaux zie van tapasachtige sfeer. Daarentegen Bordeaux supérieur zie ik dan eerder als een tafelwijn. Laat ons zeggen, gerechten te serveren die al een klein beetje meer structuur hebben. Voor een ogenblik beginnen we met het wildseizoen. En het eerste wild die beschikbaar is zijn wilde eenden. En ik denk dat een Bordeaux supérieur de wilde baan zal houden om die eend op een waardige manier te laten eindigen als een gerechtje in ons bord. Moet ik mijn bankrekening leegmaken om zo'n fles te kunnen kopen? Dit zijn de toegankelijke Bordeaux's.
Dus dat wil zeggen, instap vanaf 6 euro. En dan gaan we tot 12 à 15 euro maximum. Als we naar de retail gaan of naar de supermarktprijzen. Bordeaux Superieur kan misschien iets duurder zijn, maar dan heb ik het over 2-3 euro duurder. Andy, het was super interessant. Graag gedaan.